Hoi, doe jij dit jaar examen? Bekijk dan ons gehele videoaanbod op onze website www.digistudies.nl. Staan alle examenonderwerpen geschiedenis verfilmd. De Digistudies Geschiedenisdesk. We gaan het in deze video hebben over de Engelse kolonieën in Noord-Amerika. Om dit duidelijk te kunnen doen, hebben we ervoor gekozen om in te gaan op drie onderwerpen in deze video. Het eerste deel is gefocust op wat de reden was voor de Britten om naar Noord-Amerika te emigreren. Het tweede deel gaat over het contact tussen de kolonisten onderling en het contact met de inheemse bevolking van Amerika. En bij het laatste deel worden de verschillen tussen de Amerikaanse koloniën van de Britten uitgelegd. Laten we beginnen met het eerste onderwerp: de reden voor de Britten om naar Noord-Amerika te emigreren. De verhuizing van veel Britten en andere Europese inwoners naar Amerika heeft een dure naam. Deze wordt door historici de Europese Overzeese expansie genoemd. De Europese Overzeese expansie kwam natuurlijk niet uit het niets. Er waren binnenlandse problemen in Engeland en ook buitenlandse problemen, die ertoe leidden dat de Britten ervoor kozen om naar Amerika te verhuizen. Het eerste probleem was een buitenlands probleem, namelijk het religieuze conflict met Spanje. De tweede reden waardoor de Britten ervoor kozen om naar Amerika te verhuizen was een binnenlands probleem. Dit had te maken met het feit dat er geen geloofsvrijheid was in Groot-Brittannië. Laten we beginnen met de eerste reden. In het begin van de 16e eeuw was de Protestantse Reformatie gestart door Maarten Luther. De Reformatie had als gevolg dat er een splitsing ontstond in de christelijke kerk. Engeland had de Protestantse staatskerk, terwijl de Spanjaarden juist hevig katholiek waren. De Spaanse machthebbers wilden het katholicisme terugbrengen in Engeland en de Engelse koningin Elizabeth I afzetten. Hierdoor ontstond er een oorlog tussen Spanje en Engeland, ook wel de Spaans-Engelse oorlog genoemd. Deze oorlog begon in 1585 en kwam tot een hoogtepunt in 1588. In 1588 stuurde Spanje een enorme oorlogsvloot richting Engeland, genaamd de Spaanse Armada. Deze invasie van het Spaanse leger werd verslagen door de Britten. Door de overwinning van de Britten op de Spaanse Armada waren de Britten aan de winnende hand. Toch zou de Spaanse-Engelse oorlog nog voortduren, tot 1604. Om de Spanjaarden dwars te zitten kwam de Britse regering met het idee om zich in Noord-Amerika te vestigen en van de kolonie een tactische militaire uitvalsbasis te maken. Britse schepen konden zo gemakkelijk Spaanse handelsschepen, die vanuit Zuid-Amerika naar Spanje voeren, onderscheppen en plunderen. De tweede reden voor immigratie was een binnenlands probleem en zal nu toegelicht worden. De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had, was de aanleiding voor de Spaanse-Engelse oorlog. Maar het zorgde er ook voor dat sommige mensen zich niet meer thuis voelden in hun thuisland, aangezien er maar één geloof werd getolereerd. In Engeland was bijvoorbeeld het protestantisme het staatsgeloof. Dit betekende dat katholieken en andere gelovigen niet vrijheid hun geloof konden beoefenen. In Amerika hoopte de anders gelovende geloofsvrijheid te vinden. De Pilgrim Fathers zijn een voorbeeld van een religieuze groep die zich niet meer thuis voelde in Engeland en daarom vertrokken naar Amerika. Zij hadden andere opvattingen over het protestantse geloof dat gangbaar was in Engeland en werden hierdoor vervolgd door Jacobus I, de opvolger van Elizabeth I, als nieuwe koning van Engeland. De Pilgrim Fathers gingen op zoek naar een nieuwe plek. Waar ze zich konden vestigen. In 1620 vertrok de groep met de boot naar Amerika. Hier konden ze namelijk wel hun eigen geloof vrij uitoefenen en waren er meer kansen op rijkdom. De Pilgrim Fathers stichtten de eerste koloniale nederzetting van Engeland in Amerika, met als doel een hele nieuwe samenleving te beginnen. Idealen als vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting die de Pilgrim Fathers met zich meebrachten, zouden in de loop der tijd veel invloed hebben op de totstandkoming. Van het huidige Amerika. Dan zijn we nu aangekomen bij het tweede onderwerp, dat over het contact van de kolonisten onderling gaat en het contact met de inheemse bevolking van Amerika. Toen de Britse kolonisten aankwamen in Amerika, kwamen ze in contact met de inheemse bevolking van Amerika, de indianen. In eerste instantie werkten de indianen en de Britse kolonisten samen en ruilden ze goederen met elkaar. Maar in de loop van de 17e eeuw. Kwamen er meer kolonisten bij in Amerika, wat ertoe leidde dat er meer land werd ingepikt van de Indianen? De Indianen kwamen hierdoor in opstand en dit resulteerde in de Eerste Oorlog tussen de Britten en de Indianen. Deze oorlog wordt de King Philip's War genoemd en begon in 1675 en eindigde in 1678. Het was een oneerlijke oorlog. De Indianen vochten met speren en pijlen boog tegen de kolonisten die over sabels en geweren beschikten. Vele indianen sneuvelden door de oorlog, maar de meeste slachtoffers onder de indianen vielen door de Europese ziektes. De geïmporteerde ziektes van de kolonisten waren nieuw voor de indianen. Hierdoor hadden ze geen antivirus ontwikkeld en een simpel griepje kon al dodelijk zijn voor de indianen. De Britten waren trouwens niet de enige kolonisten in Noord-Amerika. De Fransen probeerden ook te profiteren van rijkdom in Amerika. De Franse aanpak in Amerika was anders dan de Britse. De Franse kolonisten betrokken de inheemse bevolking meer in de handel en hierdoor vielen de Franse kolonisten in de smaak bij de Indianen. Engeland en Frankrijk wilden beide zoveel mogelijk land kolonialiseren in Amerika en kregen ruzie over de verdeling van het land. Uiteindelijk leidde de ruzie tot een oorlog tussen Frankrijk en Engeland. De Zevenjarige Oorlog. Deze oorlog begon in 1756 en eindigde in 1763. De Britten kwamen als overwinnaars uit de strijd. De overwinning van de Britten leidde ertoe dat de Fransen zich terugtrokken uit Amerika en alle Franse koloniale nederzettingen in Noord-Amerika werden overgenomen door de Britten. Toen de Fransen zich hadden teruggetrokken uit Noord-Amerika, raakten de Indianen hun maatjes kwijt. De Britten werkten namelijk niet zoals de Fransen samen met de inheemse bevolking. Er ontstond frustratie onder de Indianen. En dit brengt ons bij de derde koloniale oorlog. Deze oorlog wordt de Pontiac-oorlog genoemd. De Pontiac-oorlog begon in 1763, direct na de afloop van de Zevenjarige Oorlog tegen de Fransen. De regering in Engeland wilde niet nog een oorlog en probeerde de Pontiac-oorlog tegen te houden. Dit deden ze door een verdrag op te stellen aan het begin van de oorlog in 1763. Dit verdrag werd de Royal Proclamation genoemd. In de Royal Proclamation stond. Dat de indianen recht hadden op eigen grondgebied en dat de Britse kolonisten niet zomaar hun land mochten afpakken. Maar de Britse kolonisten bleven echter uitbreiden in Noord-Amerika en trokken zich dus niks aan van het verdrag. De kolonisten hadden niet alleen een conflict met de indianen, maar er was nu ook wrijving met de regering van Groot-Brittannië, omdat de Royal Proclamation werd genegeerd door de kolonisten. De Pontiac-oorlog kwam tot een einde in 1766. Inmiddels weten we dat de Britten stukken land in Noord-Amerika hadden overgenomen van de indianen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Er werd veel gevochten tussen de indianen en de kolonisten. Kijk maar naar de Pontiac-oorlog. De uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën, komen nu aan bod. En dit is dan ook het derde en het laatste onderwerp van de video. Gericht op de verschillende soorten koloniën van de Britten in Amerika. De koloniën waren erop gericht om handel te drijven en hiermee winst te maken. De Britten maakten gebruik van twee soorten tactieken om hun koloniën te leiden. De noordelijke koloniën aan de oostkust van Noord-Amerika werden vestigingskoloniën genoemd. Een vestigingskolonie was gericht op landbouw, handel en nijverheid. En de andere soort kolonie is de plantagekolonie. Plantagekoloniën waren zuidelijk gevestigd aan de oostkust Noord-Amerika. Een plantagekolonie was voornamelijk gericht op het exporteren van kostbare producten zoals tabak en katoen. Op dit kaartje is te zien dat er in totaal 13 koloniën aan de zuidelijke en de noordelijke oostkust van Noord-Amerika liggen. Buiten deze 13 koloniën hadden de Britten nog meer koloniën. Deze lagen in het Caribische gebied. Voorbeelden hiervan zijn eilanden als Barbados. En Jamaica. Deze zijn rechtsonder in het kaartje afgebeeld. Barbados en Jamaica waren plantagekoloniën, net als de zuidelijke koloniën aan de oostkust. De Caribische koloniën waren het meest winstgevend. Dit kwam doordat hier suiker werd verbouwd. In de noordelijke vestigingskoloniën en in de zuidelijke plantagekoloniën werd gebruik gemaakt van slavenarbeid. De zuidelijke koloniën hadden in verhouding meer slaven. Dit kwam doordat de zuidelijke koloniën Minder populair waren om te verblijven onder de kolonisten. Er was namelijk meer kans op ziektes op te lopen en er werd meer geweld gebruikt in het zuiden. Dit is het einde van de video. Je hebt geleerd wat de reden was voor de Europese en voornamelijk de Britse overzeese expansie, maar ook hoe het contact tussen de kolonisten en de inheemse bevolking verliep. En het contact tussen de kolonisten onderling. En tenslotte, wat voor verschillende soorten koloniën er werden gesticht door de Britten. Tot de volgende